Het bestuur van de Ichtusschool in Boskoop heeft besloten de school op te heffen. Het onderwijs op de basisschool is zwak en blijft door personeelstekorten zwak. Zo geeft het schoolbestuur, de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV, als reden aan. Ja, dat is een zeer betreurenswaardige beslissing in ieder geval. Wij hebben heel erg te maken met een school die zwak is. Een zeer zwakke school in een verbetertraject. En twee, ik heb niet het personeel, ik heb niet de leerkrachten kunnen vinden. Met elkaar hebben we die niet kunnen vinden om het onderwijs echt een goede start te kunnen geven en een goede boost te kunnen geven. En dat betekent dat we dus leerlingen, als we zomaar zouden doormodderen, niet geven wat ze nodig hebben. En dat is voor ons de allerbelangrijkste insteek geweest. Ouders willen niet op camera reageren, maar voor veel van hen komt het besluit binnen als een bom. De komende tijd gaat het bestuur voor leerlingen op zoek naar scholen in de nabije omgeving. We willen in ieder geval de school, zoals die nu draait, tot en met de kerstvakantie ook wel gewoon laten draaien natuurlijk. Maar ik gun de kinderen echt zo snel mogelijk een andere plek. En we hebben ook gezegd van ja, voor de kinderen waar het nu nog heel moeilijk voor is, zullen we wel onderwijs blijven bieden tot augustus. Dat is eigenlijk het ruwe plan.